Die werpen die Japan had, die gooide gewoon erg goed. Hij had drie ballen die hij constant verslag gooide, perfect op de spots. Dan is het lastig slaan voor ons. Ik bedoel, Kai heeft het goed gedaan. Een paar van die, van die rolballetjes die dan gaten vinden waar we net niet bij kunnen. Ja, dat is een beetje de Japanse stijl van slaan. Dan kunnen wij verder lastig om te verdedigen. En ook aanvallend kwamen jullie, nadat je zegt, de helemaal niet aan te pas. Ik zag bij jou een klein beetje frustratie op een gegeven moment. Hè. Voor mij was het zevende inning dat je echt baalde dat je niet aan te pas kwam. Ja, ik bedoel, dan heb je een kans om toch weer een paar puntjes te scoren om nog terug te kunnen komen. En als het dan niet lukt, ja, dat is dan jammer. Ja. In de laatste inning kon het nog bijna gewoon gelijk worden. Hè? Ja, zeker weten. Ik bedoel, je zou zomaar zeggen dat Dwayne net zijn jongslag slaat. Dan sta je één puntje achter en dan is alles nog mogelijk. Ja, ja, want even uitleggen voor de luisteraars. Jullie scoorden 3 punten in de laatste inning. Daarna 3 man op de honken, Dwayne Kemp aan slag. En als hij voor de homerun had gegaan, als het hem had gelukt, dan had je gewoon weer gelijk gestaan. Ja, had je gewoon weer gelijk gestaan. En dat is het mooie aan honkbal. Alles kan gebeuren. We hebben in ieder geval laten zien dat we niet opgeven, ook al stonden we 7-0 achter in die laatste inning. Dat is mooi voor het team en daar kunnen we alleen maar op bouwen. Je wordt vierde. Daar zullen de meeste mensen een beetje van opkijken. Want meestal Nederland doet bij de bovenste ploegen mee op dit toernooi. Ja. Jullie spelen natuurlijk met een jong team. Heeft het daar ook gewoon mee te maken dat jullie inderdaad niet bovenaan staan of op de tweede plek hebben? Ik denk het wel. Ik bedoel, we hebben voor een opzet gekozen om veel jongens van het onder 23 team mee te nemen voor hun voorbereiding op hun EK. Dat is een keuze die de bond maakt. Je ziet dat dit niveau is gewoon erg hoog. Dat hebben heel veel van de jongens nog niet gezien. Dus dat is even wennen. En daarom zijn we niet zo hoog als dat we normaal zijn. Jij bent een jaartje te oud, hè? Ja, ik ben 1 jaartje te oud, ja. Klopt, ja. Had je wel graag meegenomen met zo'n EK of zijn dit eigenlijk nog mooiere toernooien dan zo'n EK? Ik vind dit veel mooiere toernooi. Het is voor het thuispubliek. Ja, EK is natuurlijk ook geweldig, maar ik bedoel, dit is thuispubliek, dit is hartstikke hoog niveau. Dus hartstikke leuk om dit te spelen. Ja, want jij speelde jarenlang mee op dit WPT. EK's heb je er ook meegemaakt. Ja. Bent het zo'n toernooi of is het wel echt de krent in de pap voor jou? Ik vind het hartstikke, het is gewoon genieten weer zo'n toernooi altijd. Ik bedoel, het is altijd weer leuk om de tribunes gevuld te zien, laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, in de hoofdklasse zie je dat niet altijd. Het is altijd weer leuk om het te zien, ja.